Het ministerie van Openbare Werken publiceert binnenkort een zwarte lijst van aannemers. Het gaat om personen en ondernemingen waar het ministerie geen zaken meer mee doet, zegt minister Riad Noor Mohammed. Als voorbeeld noemt hij de aannemers die belast was met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe douanekantoor. Het douanegebouw is wat anders. Daarvoor moet je een keer die regering gaan vragen. Maar het douanegebouw, wat heeft meneer Hoefdraad uitgehaald? En de raad van ministers van regering Bouters Adil. Die meneer had niet eens een steen gelegd en heeft 6 miljoen op zijn rekening gehad, euro. Hebben ze dit verhaal ooit verteld aan het volk? Dat wanneer we in schulden zitten en probleem parket, dat is niet de reden. Maar ze gillen in het parlement. Laat die fractievoorzitter dit gaan vertellen in het parlement. 6 miljoen euro betaald. Niet eens een steen gelegd. Maar de hele bouwkosten in één keer betaald. Wel, ik ken nergens een regel die dat zegt. Nou, ik heb in ieder geval afgesproken dat dit bedrijf op de blacklist komt. Binnenkort komt die blacklist van OWE op online. Dit ingenieur mag geen werken bij OWE meer krijgen. Dat is één besluit. Tweede is, ik heb ook al was het wat gebeurd. Het gaat even om de douanegebouw. Heb ik de partijen ontvangen om goede afspraken te maken. Maar als je niet luistert naar het gezag van OWE en zeker deze minister, want ik wil niet van corruptie beschuldigd worden. Noor Mohammed zegt dat hij bij de opzet van bouwwerken niet wil worden beschuldigd van aankoop en gebruik van nep materiaal. Tegen aannemers die hun werk niet naar behoren doen, zullen er maatregelen worden getroffen. Het ministerie zal daarbij niet schromen zelfs naar de rechter te stappen. Dus wanneer je niet lukt naar gezag, dan hebben wij de afspraak nu gemaakt dat we naar de rechter gaan en de zaak afsluiten. En dan gaat de rechter een uitspraak doen. Dan wil ik niet eens praten over wat er verkeerd gegaan is. Toch? En zo zijn al die... Kijk, dit is wat de president belooft met peamonide. Al deze bedragen zijn van tevoren betaald voor de verkiezingen. Net voor regeringsoverdracht juli betalingen gedaan. Toch? Dus ik kom nog eens een keer met de persconferentie over dit soort dingen, met de feiten. Want zo heeft elk gebouw zijn verhaal. Toch? En dat zijn die schulden van 700 miljoen die vandaag staan en die 4 miljard van de regering. Maar dat moet je met zo'n voorbeeld illustreren. Kapitaalvernietiging moet in alle gevallen worden voorkomen, omdat uiteindelijk het volk de rekening betaalt. Noor Mohammed zegt dat er al tal van voorbeelden zijn van gebouwen welke zijn opgezet volgens verkeerde voorschriften of gewoon niet zijn afgerond.